Kijk, als er geen vertrouwen is in het bedrijf BRM, dan denk ik niet dat wij tot aanschaf over waren gegaan van deze machine. Hij is gekocht om het proces te versnellen. Dus omdat je het nu niet meer na hoeft te bewerken nadat het gevreesd en gezaagd is, kunnen we dingen veel makkelijker, met minder handelingen kunnen we iets afmaken. En uiteindelijk is deze machine als een van de beste machines neergelegd. Ik ben Jo van Keulen, algemeen directeur en eigenaar van Keulen Interieurbouw. Als je 28 bent en algemeen directeur bent van een holding met 250 medewerkers, dan heb je niet zo heel verschrikkelijk slecht gedaan. Maar als je een kleine 10 jaar later 500 man aan het werk hebt, dan is dat nog weer een andere hoeveelheid wat je dan moet overzien. In het segment supermarkten zijn we marktleider. We kunnen eigenlijk alles, alleen behalve de koeling en de kassaapparatuur. We zullen zeker nog groeien, doordat we echt andere businessmodellen ook, zeg maar, aan het implementeren zijn. Dan zie ik gewoon daarmee weer een verbreding in de afzetmarkt. Ik ben Erik Smit, ik ben de leidinggevende op de afdeling kunststoffen bij Van Keulen Interieurbouw. Voor de leersen produceren wij voornamelijk de broodjesbakken. Dat is echt groot, denk ik 80% waar we produceren hier op onze afdeling. En daarbij komt natuurlijk de separatie, de vakverdelers. We maken ook bakjes voor kruiden en voor snoepbakken en voorranden voor in de schap. Dat zijn de grote aantallen voor een supermarkt. We graveren ook tegenwoordig dus nou spiegels en hout met de laser. Ja, we hebben nu meer mogelijkheden door de laser, hè, waaronder het graveerwerk. Dat we eerder niet konden, kunnen we nu wel. En door de snijlijn van een laser heel klein is, heb je eigenlijk geen restafval. En met een CNC is dat toch aanzienlijk groter, de restafval. We zijn bij één concurrent geweest en dat was Trotech uit Haaksbergen. En daar zijn we weer eens kijken en dat was volgens mij een Oostenrijkse machine. En nou ja, goed, het probleem was, die was natuurlijk veel te duur. Die was bijna 5 keer zo duur als de BRM Laser, dus de keuze was voor ons niet zo heel moeilijk. In principe doet die machine eigenlijk hetzelfde. De service was ja, prima goed. Als we vragen hadden, dan was het goed bereikbaar. Dus er kwam er ook direct iemand kijken, een servicemonteur. Dus nee, dat was uitstekend. Hij wordt gebruikt voor het snijden van kunststof. Maar we hebben er al heel veel andere dingen mee ontdekt. We hebben voor een aantal klanten nu ook al heel mooi graveerwerk gedaan op bijvoorbeeld op ruwe houten kistjes. Althans op de plaatjes ervan, waar later kistjes van zijn gemaakt. Zodat je met toch een hele andere presentatie eigenlijk bij een klant overkomt. Iets nieuws wat een ander nog niet doet. Je kunt er op roest en staal mee graveren, heb ik al gezien. En je kunt er hele mooie, exacte kleine componentjes mee maken. Waarbij je eigenlijk de nabewerking, die vanuit, zeg maar, de historie zoals we ermee werkten, vanuit freesmachines en zagen, natuurlijk nogal omslachtig was. En nu komt het product er ineens in hoogwaardige kwaliteit vanaf.